Welkom allemaal bij Dynamite Magic Shop Product Update. 130 heb ik gehoord. 130 ja. Heb je gehoord. Heb ik gehoord in de wandelgang. Ja, dat hebben we net gezegd. Hey, naast mij zit Elmar. Hi. Ja. Elmar is sinds begin oktober ook hier in de winkel. Regelmatig aanwezig. Ja. Dat toch wat drukker is, ook met de avonden, met de livestreams en alles erbij. Konden we wel extra handjes gebruiken. Nou, en Elmar zei, nou dat lijkt me hartstikke tof om dat te doen. Ja. Misschien dat je iets over jezelf wil vertellen. Dat je denkt, goh, dat mensen een beetje weten wie je ik bent, wat je handig. Doet. Nou, misschien kennen sommige mensen me al, dat kan ook natuurlijk. Maar ik ben in ieder geval Elmar. Ik ben, dat zal je niet verbazen, ook goochelaar. Ik doe veel kindervoorstellingen voor scholen. Bedrijven doe ik ook, maar dan als close-up goochelaar. Ja, van alles. Zeker school zelfs. Ja, het is, ik hou van goochelen in ieder geval. Daar komt heel erg op neer. En ik vind het leuk om nu hier bij jullie te zijn door middel van de live of product update. Ja, ja, we hebben van alles livestreams. En livestreams ben ik ook wel eens. En in de winkel ook inderdaad sinds oktober actief. En het bevalt goed, moet ik zeggen. Ik weet niet hoe dat voor jou is natuurlijk. Ja hoor, zeggen. Was dat je niet gezeten. Nee, dat is ook weer zo. Maar het bevalt goed. Dus ik ben benieuwd deze product update, hoe dat nou ook een beetje achter de schermen gaat natuurlijk. Ja. Dat is ook weer, geen paniek. Leon is er ook nog steeds. Ja, gelukkig. Die is ook nog steeds. Dus met nu met z'n drieën die je in de winkel kunt tegenkomen. Ja. En allemaal goochelaars. Dus je hoeft niet te denken dat je in de winkel komt dat je... Ach, nu is er iemand die weet niks van goochelen. Dat gebeurt hier niet. Enkel mensen die professionele goochelaar zijn. Ja, die kunnen goochelen. Ja. Ik heb een hoop klaar liggen, maar jij hebt ook een hoop klaar liggen. Ik heb ook wat spullen gepakt. Begin jij maar, dan kan ik een beetje kijken hoe je het doet. En dan kan ik het misschien een beetje... Oh ja, dat is een goed idee. Ja. Dat is een goed idee. Ik pak gewoon iets leuks. Ik heb hier een heel mooi blok. Maar eigenlijk is het ook wel een soort mysterieus blok. Het ziet er heel tof uit, zie je. Mooi gemaakt. En je moet eigenlijk een gladde ondergrond hebben, dat is een matje, dus een beetje zacht. Dus ik pak er even iets bij, gewoon even een kaarspel voor het idee. Dan staat hij op mijn rechte ondergrond. Ik zal het blok even neerzetten op deze manier, zo. En nou blijkt, er zat namelijk een briefje bij toen ik dit blok ergens vond, dat dit uit een spookhuis komt. Dat is wel eng. Ja, precies. Ik probeer hem niet de tafel te stoten en denken mensen wel iets met de tafel doen. Er zitten namelijk krachten in. Waardoor dat blok uit zichzelf, er zit geen draden in, wat dan ook hier, ik zeg het even bij, kan vallen. Ik weet niet waarom, maar af en toe blijkt er iemand langs te komen die wij niet zien. Die mooi hoor, wordt. Ja, dat is heel mooi. En dat is al een vriend, dat is toch mijn vriend. Nou, dit is sowieso heel mooi gemaakt. Dit is de Psy-blok van Anthony Yap, Retro Rocketeers, die allemaal die mooie 3D geprinte dingen maakt. Mooi met de hand allemaal ook beschilderd, want het ziet er echt gaaf uit. Hier is plek voor iets. Nou, dat iets zit er ook bij als je die wil gebruiken. Want je kan hem een beetje naar stijl aanpassen. Waarom? Nou, je kan het blok gewoon laten vallen als een blok. Nou, je kan er leuk, weet ik wat, deco op plakken voor Halloween, rip, Halloween stijl misschien. Ja. En je ziet eigenlijk dat alle deco's er zijn in een goud of zilver. Want je kan namelijk met het blok ook een voorspelling laten uitkomen. En mensen mogen dan vrijwillig kiezen tussen twee dingen. En het blok geeft aan wat hun gekozen hebben. Ja. Dat is ook tof. Dus dat is in principe de voorspelling. Je zet het blok neer, raakt er niet meer aan. Dan mag iemand iets kiezen. En dan valt het blok daarop, op die voorspelling. Dus Precies. Dat is een extra ding wat je mee kan. Ja, dus ik zie ook nog een schop of een klaver dingetje. Dan zou je dus ook een kaart kunnen laten kiezen. Kijk, zwarte kaart, rode kaart, zet hier. Waar dan het blok naartoe valt. Ja, dat is wel tof hoor. Tof gemaakt. Ja, ja mooi. En dit zit allemaal zelf kleven, dus kun je hierin plakken zeg maar. En dan krijg je of dit, of je krijgt dit. Je kan ze ook weer eraf pielen als je wil, maar dit ziet er ook al tof uit. Wij hebben er nog even niks op geplakt. Maar die keuze is natuurlijk wel als je dat zelf wil. Ja, de Psy-blok. Echt wel een heel gaaf ding uit de reeks. En hou er rekening mee, het allereerste product wat Anthony uitbracht was The Eyes of Loki. Dat waren die ogen die van kleur veranderden. Die zijn inmiddels uit productie. Ik heb het met Anthony erover gehad. Ik zeg, het is wel een goed idee als je bepaalde producten niet altijd blijft maken. Want dan creëer je ook een vraag en voor de mensen die het kopen heb je iets bijzonders. Ja. Eerst vond hij dat niet zo'n goed idee. Ik zeg ook niet dat het per se een goed idee is, maar... inmiddels zegt hij, nou, het is toch wel gaaf, want dan weten mensen ook, als er iets gaafs uit de markt komt, dat ze niet jaren moeten wachten, want dat kan het ook niet meer zijn. Plus de waarde van die dingen kan stijgen. Dus, dit blok is al nu nieuw. Eyes of Loki zijn eigenlijk 2 jaar op de markt geweest, gok ik. Ik weet niet hoe lang alles op de markt blijft. Maar als je dit, zijn producten mooi vindt, we hebben een vaste groep mensen die dit gewoon allemaal, altijd alles wat uitkomt, kopen. Het is allemaal goed gemaakt. En ik zit er ook over nadenken, het maakt natuurlijk ook een goochelaar uniek, hè. Ik bedoel, niet elke goochelaar
komt met zo'n product dan op een feest aanzetten. Je bent echt wel uniek als goochelaar als je deze echt doet met dit materiaal. Mooi gemaakt. Ja. En je kan ook zeggen dat het dat er laatst een UFO geland is en dat er weet ik veel. Het is natuurlijk een futuristisch op die terrein. Ja, het is een beetje uit, houten blok. Ik dacht een beetje Azteken van dat Maya's-achtige. Ja. Nou ja, goed. Overigens, we hebben ook een mooie houten versie. Ghostblock heet die, denk ik? Ja, Himber, antiek Himber, Timber. Dan moet je even zoeken van Dave Powell, is dat het, hier in de vitrine, maar die vitrine is even dicht. Maar daar ligt ook een houten versie, hebben we ook. Daar kun je echt ook helemaal niks aan zien. En die kan ook boven van een fles afvallen en omkantelen. Kan met antiek deze rond de Timber. Dat vraag ik even, kan er met deze ook vanaf een fles afvallen? Niet getest. Niet getest, hè? Niet getest, maar in theorie zou het wel moeten kunnen. Het is in principe... Maar ik weet niet of het blok dat fijn vindt. Een houten blok dat van zo'n afstand naar beneden klapt, is wat anders dan een, wat is toch een soort kunststof. Ja. Het zou kunnen zijn dat dan scheurt en je weet niet hoe het terecht komt, dat het stuk gaat. Precies, precies. Ja. Dus of een mat zou, of een zachte ondergrond misschien wel. Zou dat wel kunnen. Klein flesje. Ja. Maar als je daar meer over wil weten, dan neem contact met ons op, dan kijken wij of we dat kunnen testen voor jou. Psyblok kost €54,95, compleet met alles wat je nodig hebt. Ja, mooi ding, zeker een... Halloween. Absoluut. Want daar zitten we nu toch in, hè? Halloween komt eraan. Zeker. Aanradertje. Heb ik ook nog wat leuks? Ik ben benieuwd. Ik heb namelijk meegenomen spread. En van spread, geen sandwich spread, maar spread, hebben we twee varianten. We hebben een variant de movie edition. En we hebben een travel edition, dus de movie edition. Mm-hmm. Heel mooi gemaakt. En het spel is eigenlijk, de travel edition dan, is eigenlijk een wandelspel. Ik zal het even erbij pakken. Ja, eigenlijk allemaal, te zien kaarten. Ja. Van allemaal landen eigenlijk. Van allemaal landen. Dit zou een kaart zijn wat je eigenlijk misschien gewoon in, ergens in een winkel kunnen, toeristen winkel kunnen kopen. Ja, gift shop kunnen kopen. Ja. Waar allemaal, ja, en kijk op die landen, Disney World bijvoorbeeld. Zijn er allemaal op. Het is een compleet spel. Bora Bora. Melbourne. Nou ja, goed. Singapore. 52 verschillende landen. Ja, dus hiermee zou je zelfs... Geen andere spel, geen roegelat, export 52 verschillende. Helemaal goed. Oké, ja. René. Zou jij eens het spel willen couperen? Dat betekent een stapeltje eraf halen. Je mag zelf weten hoeveel. Maakt mij niet uit. Ik leg het in jouw handen. Hartstikke mooi gedaan. We couperen het. We merken het even. Had ze. René. Naar welk land ben je geweest en dacht je, oh, dat was mijn favoriete land? Nou, jij eigenlijk wel twee nu, denk ik wel. Oh. Zuid-Korea. Oké, okay, en oh, mooi. En Bali zak je er wel op staan, maar Bali en Zuid-Korea, allebei. Mooi. En alle twee daar geweest voor het werk of ook gewoon echt voor idee? Voor het werk. Oh, voor het werk. Mooi. Ja. René, jij hebt ergens gecoupeerd. Ik kan onmogelijk weten hoeveel dat er zijn natuurlijk. Zou jij zometeen van het stapeltje 1, 2, 3 of 4 kaarten eraf willen halen? Je mag helemaal zelf weten hoeveel dat er zijn. Okay. Ja? Ja. Hier ben je gebleven. Ik ga voor 3. 3. Altijd weer een beetje. Jawel, mag 4. Mag goed. Nee, ik pak 3. Ik pak 3, heel goed. Ik ga voor de keuze dus. Nee, dat is waar. Dan moet je die keuze pakken. René. Nou, wil ik voor jou vragen. Je hebt er 3 gepakt om er eentje al van weg te leggen. Bijvoorbeeld, je bent er al geweest of doe weg. Ja, je mag het helemaal zelf weten. Hier ben ik niet geweest, dus ik ga even lekker dwars liggen vandaag. Oké. Okay. Maar ik doe hem wel weg. Heel goed. En deze week ben ik wel geweest. Maar die kun jij waarschijnlijk niet weten, maar dan ben ik wel geweest. Oké. Tenzij het Bali en Zuid-Korea zou zijn. Ja, dat zou heel toevallig zijn. Dat zou natuurlijk kunnen. Weet je wat? Leg degene weg waarbij je... Nee, weet je wat? Maakt mij niet uit. Kies vanzelf. Waar wil je naartoe? En daar wil ik mee trouwens, had ik er nog niet bij gezegd. Kies maar het land. Ik heb geen keuze meer, wel. Nee, nee, ik wil of je mee gaat, ik wil mee. Okay. Ik wil mee. Oké, deze wil ik dan niet. Boys Night Out, die wil je niet? En deze, nee, deze, die wil je wel. Deze wordt het. Mijn keuze, het. Dat ik alles zeg. Okay. Het mooie is, René, dat wist ik. Dat wist ik. Hoe? Nou, spread. Wij gaan denk ik samen naar Parijs. Mooi hè? Het lijkt op Eiffeltoren. Eiffeltoren. Hoe wist je dat? Voelde ik aan. Zie? Hoe is het mogelijk? Paris. Heel tof. Ook echt een super tof spel dit. Ja. En het mooie is, je hebt niet alleen de Eiffeltoren als oud. Ja, je bent een vrije keuze eigenlijk. Je hebt zover, meer keuzes. Ja. Absoluut. Ja. Die je ook net zo visueel als dit kan laten zien. Want dat laatste deel is dus even voor het idee, geen force. Nee, het is geen force. Ik had een andere kaart kunnen wegleggen, weet je, en het komt dan nog uit. Ja, het is super tof. Dus dit is inderdaad de Travel Edition. Ja. Dus die kun je eigenlijk gewoon een andere tafel halen. Nou ja, dan kan het zijn dat mensen ook toevallig een Eiffeltoren kiezen, maar het kan ook zijn dat het totaal andere dingen kiezen. Dat is tof. Ja. En je hebt... De Movie Edition. Movie. En dan heb je met bijvoorbeeld Titanic zit erin. De Titanic. Jaws zit erin. Joker zit erin. De It zit volgens mij in de It movie. Zit er ook in, ja. Allerlei dingen ook. Dus allemaal hetzelfde idee, zeg maar. Heel gaaf. En dit ziet er... mensen kunnen het gewoon bekijken. Er valt niks aan te ontdekken aan het spel. Achterop staat ook trouwens welke hierin, welke films en daarin, welke landen erin het spel zitten. Ja.
Maar heel erg tof, heel mooi gemaakt ook. Ja, de samenwerking van LKZM en Ace Magic Studio, die zijn samen gegaan onlangs. Ja, die hebben hele mooie ideetjes. En spread, helemaal niet zo prijzig vind ik, 37,50 heb je spread voor. Ja, echt super. Allebei de uitvoeringen net zo duur. Net zo goedkoop. Ja, net zo goedkoop eigenlijk, hè. Nee, heel mooi. Ja, heel kant mooi. En klaar. En moeilijkheidsgraad op schaal van 1 tot 10. 1. Ja. Twee, je moet er kunnen, die kaart ja, je moet dit kunnen doen. Dat ja. moet je er misschien nog even oefenen, weet je wel. Als je dat niet goed kunt, dat je dat een beetje mooi uitziet. Je niet begint met 7 kaarten en dan 47 kaarten als stapel overhoudt. Nee. Dat je echt dat een beetje mooi is. En als je toch gaat oefenen, zou ik dan ook zo'n mooi matje bij bestellen. Want dan kun je hem helemaal... Ja, dan kan als de tafel gaat niet werken. Nee. Goed idee allemaal. Spread, travel spread. And movie. Ja, mooi. Hey, heb je het ook wel eens dat je denkt, is dat bijna het einde van de maand? Weet je, ja, ik red het niet tot met mijn geld aan het einde van de maand. Ik heb zeg maar na het einde van mijn geld nog een stukje maand over. Ja, precies. Nou, daar hebben we iets op gevonden. Want stel ervoor dat je, als je nou geld zou hebben, weet je wel, waar je langer mee zou kunnen rekken, zeg maar. Dat je het een beetje langer zou kunnen rekken. Tot misschien tot het einde van de maand, zie. Zo. Zo. Wat, flatsie. Mooi hoor. Kijk, dan kun je wel langer mee vooruit uiteindelijk, wellicht met deze... 10 euro. Het is gewoon een gag. Het is de stretching bill. Stretching bill. Stretching bill. 10 euro. Ja, gewoon een gag. Ik deed hem onlangs in de livestream video's op dinsdagavond. Elke dinsdagavond, behalve deze week was er geen, omdat het een herfstvakantie was. En echt, we verkochten zoveel dat ik dacht, oh, misschien moet ik de dingetjes een keer laten zien. We hebben ook een video gemaakt toen op de webshop gezet. Daar werd ook heel veel door besteld. Dus het was zo'n soort van vergeten item eigenlijk. Dus dat mensen niet weten dat we het hebben, weet je? Ja, je hebt hem al heel lang toch in het tien jaar assortiment. Ja, precies. Ja, het is een leuk ding, Het is een gag, weet je wel? Met, als je het gebruikt, €7,50. Nou, en je zou een 10 euro kunnen lenen van een van iemand. 10 euro, heb je 10 euro, ja, lenen. En dan een switch doen? Kan. Zou dat kunnen? Kan. Maar dan? Moet je zorgen dat hij weer terugkrijgt. Ja. Terug. Nee, dat gaat niet. Nee. Maar het idee is leuk. Ja. Misschien dat je als creatief er iets mee kan bedenken, maar. Is mooi ding. Ik zou niet weten hoe je daaruit moet redden. Ik heb, nu we toch met toeschouwers bezig zijn, ik heb namelijk een heel mooi itempje. Namelijk een hele mooie goochelstok. Maar eigenlijk wil ik die even in combinatie doen met een heel mooi boek: Adventures. Oeh, de Avengers. 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 Van Marvel. Nou, heel mooi. Ja. Superhelden, hè? Superhelden. En het leuke is, ik zou deze goochelstok is nieuw in het assortiment. Ja. Boek is ook nieuw in het assortiment. Ja. En het leuke is om te combineren. Je kunt ze alle twee los, maar je kan ze ook combineren. Nou, wat is de goochelstok? Ik zal hem allereerst even doen. Het is namelijk een hele bijzondere goochelstok. Deze kan namelijk echt goochelen. Daar moet je ook een beetje zuinig op zijn, want dit is het goochelstok, toch? Kijk, als je betaalt voor goochelstok, mag je verwachten dat hij... Dat hij gewoon degelijk is, dat er niks mee dan. Dat hij doet wat hij betaalt, dat beloofd wordt. Wat ga... Excuus. Maar ze moeten even stoppen met de video, want het is niet zo goed idee misschien. Dit was een nieuw, toch? Dit, of niet? Ja, ik kan het proberen. Ik kan even draaien, maar... Oké. Lukken! Wacht even, hoor. Moment, hoor. Eerste video, hè? Krijg je eerste video. Het is ook mijn eerste dag, hè? Ja. Het is allemaal voor mij niet. Wacht even hoor. De goochelstok. Je snapt het idee, de goochelstok. Okay. Ja, je kan hem helemaal, naar wens kun je hem de eindjes erin laten vallen. Hij heeft ook de Endless Wand. Ja, ook Leon. Ja, heel goed gedacht. Super toffe goochelstok. En ik heb hem eigenlijk nodig in samenwerking met dit boek. Het goochelstok kost trouwens... Endless Magic Wand. 39 euro. Deze is dus ook al een productfilmpje van gemaakt. Ja. Kijk even voor nog meer ideeën. Ja, hij is helemaal van aluminium. Ja, goed idee. Degelijk. Vroeger was het een systeem van kunststof met veren en alles erin die alles op zijn plek hielden. Allemaal weg. Het is volledig magnetisch en aluminium. Degelijk materiaal, absoluut. Absoluut. Exclusief Diamond Magic product. We hebben ze zelf laten produceren, dus je vindt ze nergens anders. Des te meer reden. Maak je weer uniek als gewoon. Ja, ook dat. Adventuresboek van Marvel. We hebben alleen één probleem natuurlijk. Hij is leeg. Zal ik hier even laten zien aan de camera. Ja. Staat niks in, René. Laat die kant ook even zien. Het is misschien nog makkelijker als je hem aan laat zien. Dat is mooier. Kan mensen thuis ook zien. Completely empty. Empty. Ja. Ja. Probleem natuurlijk, maar daarvoor hebben wij natuurlijk deze goochelstok. Ik geef de goochelstok aan jou. Zou je even een kleine wuif over het boek heen willen geven, zodat wij echte Marvel Adventures in dit boek kunnen goochelen. Maar echt levensecht wil ik ze hebben, dus wel een beetje extra... Wuif. Mooi. Ja, die wuif.
Ik heb vaker gewuifd. Ja, je zit al lang op wuiven. En mooi, als we nu gaan kijken. De wuifles. Dan staat ze er al in. Dat is mooi, hè? Ja, wel mooi. Heel mooi. Het is maar, niet heel kleurrijk, maar nee. Is wel mooi. Nee, en ik wil dus ook wat levens echt hebben. Weet je nog? Dus wil je nog meer energie, nog meer wuiftalent in dit boek gooien? Aan de andere kant op wuiven. Misschien een soort 8 wuiven. Wuif jij eens in een 8? Ja, mooi. Het was een 8 met een extra krul, maar goed. Mooi. Bijna 8 en een 9 samen. Nou, als dat geen hoge ogen gooit. En het is er ineens gelukt. Nou. Bomvol, levensechte. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind ze ook echt heel mooi getekend. Ja, het is niet kleurplaat. Het zijn echt gewoon mooie, echt mooie platen. Echte goede afbeeldingen. Heel mooi gemaakt. Heel tof boek. Zeer geschikt natuurlijk. Hè? We kennen natuurlijk allemaal het oude kleurboekprincipe. Waarbij je tekeningen dezelfde vissing laat gaan. Ja. Maar dit spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Helemaal als je inspeelt als kindergoochelaar op de belevingswereld van de kinderen. Ja, 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 ja. Kinderen kijken hier 's ochtends om 7 uur naar. Hè? Op de tv. Naar Adventures op Cartoon Network. Meestal op de films. Hè? De films. De bioscoopfilms tegenwoordig. Ja. Echt tof. Echt tof. Dus als je hiermee maak je helemaal de blitz als kindergoochelaar. Ja. En ook voor de prijs hoef je volgens mij niet zo te laten. Nee, 11,50. 11,50. Nou. Dus 1,50 meer als het normale kleurboek wat we al 100 jaar verkopen, zeg maar. Precies, precies. En weet je nou bijvoorbeeld, zat ik aan te denken, weet je nou dat je voor een jongensfeestje moet goochelen? Zou ik dit meenemen? Maar ga je nou bijvoorbeeld voor een meisjesfeestje aan de gang? Hebben we ook nog het Frozen boek, kleurboek. Waarbij je dezelfde dingen kan doen. Kun je een heel Frozen bos vol goochelen met allemaal mooie platen. Ja, heel geschikt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze allebei, zowel Frozen ja, als deze. Je kan het gewoon heel makkelijk switchen. Want ja. Voor de investering hoef je niet te laten. 11,50. Nee. Samen met Anders Wond. En je hebt gewoon een routine van 5 minuten te pakken. Ja, mijn kleurboek is zeker 5 minuten. Ja, stof. Zeker. Waarmee je al onzin erbij die ik erbij doe. Ja, precies. Dat het. Weet je, ja, daar gaat het ook om. Ja, bij mij wel. Toch? Ja. Niet dat ik alleen maar onzin doe, maar ik bedoel, ik vind dat... Ja, entertainment. Ja, dat zijn we eigenlijk. We zijn goochelaars, maar goochelaars zijn ook entertainers. Juist. Als je alleen goochelt, is het niet interessant voor mensen. Ik zeg altijd zo, zijn mensen een beetje moe, weet je? Een trucje op zich is leuk om te zien, maar het gaat vooral van hoe ga je hem inkleden? Maak je eigen verhaal, maak het je eigen. En dat kun je denken met zoiets als dit. Dan kun je wel zeggen, ja, elke goochelaar heeft zo'n kleurboek. Ja, maar wat doe jij ermee? Daar gaat het om. Dat maakt het verschil. Dus. Dat maakt het verschil. Adventures. Dan hebben we nog iets moois. In de frame. Als dat een schilderij was, dan ben je wat verloren. Nou, dat weet ik niet of dat was, maar dit is in ieder geval wat er nog van over is. Okay. Ja. Tevens heb ik een mooie houten box. Oh, met mijn vingerafdruk erop zie ik nu, maar dat komt omdat hier natuurlijk mooi gelakt is. Laat zien. Veel te onder. Mooi hoor. Mooie houten kist. Met daarin een mooie puzzel. Anti-slip box. Ja, dat is mooi. Daarin zit deze puzzel. Ik zal de puzzel er even voorzichtig proberen uit te halen als dat kan in één keer. Nou, het hoeft niet per se, maar ik ga het even zo doen. Zie, waarom doe ik dat? Dan kun je namelijk even zien wat er kan met deze puzzel. Dat frame namelijk wat we hier hebben, past exact hier omheen. Zie, er is minimaal ruimte over, want zou het frame er niet omheen kunnen. Zie, dat is het idee. Dat past precies. Wat nou als je die hele puzzel door elkaar zou gooien, zeg maar. Dat je alles door elkaar mixt, zeg maar. Dat je alles hoppakee door elkaar gooit, op deze manier. En je maakt de puzzel op een andere manier. Dus dat je eigenlijk zegt, ik maak bijvoorbeeld dit met... even kijken, pakken we deze erbij hier. Pakken we deze hier. Zo. Deze hier. Pakken we deze hier. Deze hier. Deze hier. Deze hier. Dan kom je een stukje tekort. Heb je niet een, ik heb wel een extra stukje. Maar dat ligt hier op stoel. Dan heb ik een reserve stukje. Die krijg je erbij. Als je het stukje kwijtraakt. Maar je had toch een... Oké. Okay. Dat kan. Maar wat nou als je... Nu past hij op. Bijvoorbeeld dit doet. En dan bijvoorbeeld... Dit zo en dan dit of zo en dan dit. Dat kan dus helemaal niet. Of dit misschien zo. Ja, zo is het beter. Zij. Kijk, zo is het beter. Zo, zie. Kijk, zo. Die komt weer een stukje. Die... Weer een stukje tekort, René. Dat is het tweede stukje wat je bijdraagt in korte tijd. Dat gaat een nog wel een extra stukje heb ik al. Die heb je erbij? Oh. Ja. Zo klopt die niet meer. Ja, maar dat past gewoon, tuurlijk. Maar je hebt het. Pas precies, ja. Ja, mooi, mooi. Vreemd, maar toch...
twee blokjes toevoegen en hij doet, nou ja, ik vind het knap. Ja, dat. Mooi, ja. Maar ik moet even zeggen, ik ken deze pils natuurlijk. Wat is dit mooi gemaakt. Ja, toch? Zo. Dat doosje ook vooral. Je kan hem ook ietsje anders doen, in principe. Maar het heeft met de doos te maken dat ik... Ja, het is wel zoals het hoort eigenlijk, maar je normaal zou je... Ja, maakt niet uit. Je kan ook in het begin tonen dat het frame hier omheen past, zeg maar. Maar dat vind ik een beetje raar in de doos. Dus ik heb het eerst uitgehaald. Ja. Toen nog een keer gemaakt, maar normaal kun je hem dan nog een keer eerst maken, maar dat is in dit geval niet meer nodig. Nee. Mocht je de puzzel kennen en die afvragen. Maar ja, dit het is mooi gemaakt, heel mooi, man. Ja, zeker mooi. En ook van dat filter onder. Ja, want we hadden het er al over. Je zou ook de hele truc hierop kunnen doen, ja, zei je anders. Dat dacht ik dacht ja. Je ook, misschien kan het hierop. Ja, dit kan ook. Zeker. Mag zeker, dan kun je gewoon hierop werken, zeg maar. Precies. Dan heb je gewoon dit. Ja, ja, is ook mooi. Want het past er gewoon helemaal op dan. Past er precies op, ja, klopt. Klopt. Ja, absoluut. Ja, ik vind het echt heel mooi gemaakt, heel mooi afgewerkt. Ja. 129 euro exclusief voor Nederland bij Dynamagic Shop. De Impossible Puzzle Blocks Deluxe. Ja, ik vind het echt heel gaaf. Mooi gemaakt. Ja. Mooi gemaakt. Degelijk, Europees product, geen Chinese rommel. Dus mooi. Heb ik nog wat leuks? Althans wat leuks. Voor de mensen die kaarten verzamelen. Oeh. De Grateful Dead Playing Cards. Grateful Dead Playing Cards. Kleurrijk, dat allereerst. Hè. Dat viel me al gelijk op toen ze binnenkwamen. Ik ga het gelijk even laten zien. Ze kosten €11,50. Zo, kijk dit op. Ja. Mooi hoor. Ja. Het zijn qua achterkanten echt, ja, echt mooi. Ik ben even denken hoe dat, ja. Ik ben even denken hoe het heet. Je hebt dat, volgens mij is dat in Mexico, heb je... Ja, de Day of the Dead, of de Week of the Dead. Dat doet mij echt hier, weet je wel, qua kleuren en tinten, lijkt dat hier, heeft dat echt hier inderdaad ook mee te maken. Klopt, klopt. Ja, ik moet zeggen, ja, ook hier weer de yoghurt alleen al. Ja, fantastisch mooi, en, ja. Het leuke, wat mij dan weer opvalt, er staan ja. Paddenstoelen en beren en planeten, alles komt wel een beetje samen. Ik zal deze kant ook even laten zien voor jullie. Ja, want alle pips ook zijn speciaal, zie je ook zien, zie. Ja. Alles is echt speciaal ontworpen daarvoor. Heel mooi. De plaatje. Ja, heel tof. Heel mooi gemaakt. Klavertje is ook heel kleurrijk. En de hart natuurlijk. Hart, hè? Ja. De plaatje gaat ook, ja, zo. Ja, vrolijk. Heel, ja, vrolijk. Je wordt ondanks dat het een Grateful Dead is, word ik er wel vrolijk van. Ja, ja, precies. Ja, nou ja, heel mooi gemaakt. En zelfs, ja, de doosje ook. Die heeft ook dus, relief erin, hè? Ja, dat voel je ook. Ja. En zelfs de binnenkant. Binnenkant hebben ze. Ja, dat is relief gewoon een buitenkantje voelt. Maar hier heb je ook beertjes en toestanden. Ja. Heel mooi. Heel mooi gemaakt. En dat voor... bedrag van €11,50. Van Theory 11. Ja, je weet, Theory 11 maakt eigenlijk alleen maar mooie kaartspellen. Dat is gewoon zo. Vind ik hoor. Maar ze hebben nog nooit iets uitgemaakt. Ik dacht, nou hoor. Dat wil je niet. Er komen zoveel kaartspellen uit. We zijn niet de specialist in kaartspellen, zeg ik erbij. Als dat zo zou zijn, zouden we 10 tot 20 spellen per week kunnen toevoegen aan ons assortiment. Nou, wij blijven goochelspecialist, niet speelkaartenspecialist. Dat zeg ik. We hebben wel veel speelkaarten. Maar niet alles wat wij wat uitkomt, nemen we in ons assortiment op. Maar dat neemt niet weg als jij denkt, goh, ik wil bepaalde speelkaarten hebben. We kunnen nagenoeg alles wel gewoon bestellen en binnen een week leveren. Dus als jij denkt, hey, er zijn bepaalde trucs die ik, of bepaalde spellen die ik wil hebben. Kijk even op dutchmagicshop.com. Dat is ook een shop van ons. Levertijd ongeveer een week, ligt trouwens die je bestelt. En daar kun je ook zo'n 12.000 dingen bestellen onder heel veel kaartspellen. Zo. Nou, en als je het daar niet vindt, stuur gewoon een mailtje. Ja. En we gaan gewoon een stapje harder voor je lopen. Ja, als het er bestaat, dan kunnen we dat eraan. Zeker, zeker, zeker. Grateful Dead, ja. €11,50. Ja. Ik heb nog iets tofs. Het is een houten kastje. Je kan er gewoon doorheen kijken, maar ik kan er weer zo doorheen stoppen en laten zien. Het is gewoon weer leeg, zeg maar. We hebben een muntje en ik gooi je net het kleine speer op de grond. Stel voor dat je dit ding hier zo een stukje instopt. Nou, door de inkeping die erin zit, kun je dan het zwaardje erin doen. Maar dat doe je even sowieso, let op. De munt gaat hierin. Voor alle eerlijkheid wil ik even dat iedereen duidelijk zien, al bij de kant dat het echt eerlijk is, zie maar. Het zwaardje gaat hier doorheen. Et voilà. En toch kun je de munt volledig door het zwaard laten dringen. Zie? Dat is het idee van deze. Mooi hoor. Coin through spike. En het is eigenlijk gebaseerd op de
Super Spike van Tenjo. En dan is het een mooie houten uitvoering. Mooi. Je mag ook alles bekijken. Tof gemaakt. Ja, je mag niet alles bekijken. Je mag dit wel bekijken, dit bekijken, dit bekijken. Hier mag je doorheen laten kijken in principe. Maar in principe mag je niet alles laten onderzoeken. Dat is niet het idee. En je kan zelfs, al is het misschien... je kan ook dit laten veranderen in een munt. Kan ook. Je kan zelfs, als je wil... deze munt doorheen, als ik doorheen prik met deze munt, doe je het eigenlijk met dit. Zo, dan schuif je helemaal in het midden, zo. Dan steek je door de munt heen, helemaal niet logisch, zie. En dan kun je hem laten bevrijden, zie je, en dan komt hij ook weer uit. Ja, mooi hoor. Het zijn allemaal mogelijkheden die je hebt met dit dingetje. Coin to Spike, je krijgt een mooie verpakking bij. Mooie doos waar alles gewoon in kan, zeg maar. En dan ja, voor de prijs van... Pom, 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 pom. Coin to Spike. Had ik die niet opgeschreven? Nee. Wat is dit nou weer? Jawel. Coin to Spike, 42,50. Ik heb zo duidelijk geschreven dat ik zelfs mijn eigen handschrift niet kan lezen. Maar ik wel. Ja, ja. Ja, maar jij wel. Wat klopt er niet? Ja. Coin to Spike, 42,50. Ja, leuk. Zeker als je van dat soort dingen houdt. Van heel veel Tenjo-liefhebbers. En dit is ook een, ja, iets wat daar absoluut voor Tenjo-liefhebbers... We gaan even in de collectorsferen. Oeh, dit zaten wel in een beetje met dat houten dingetje. Precies, precies. Maar kijk even wat ik nou heb meegenomen. Ja, dat is heel mooi dit. Deze hebben jullie volgens mij lang niet meer in het assortiment gehad. Dat ziet er duur uit. Ja, nou, het is een collectors itempje. Het wordt ook geleverd in een schitterend mooi doosje. Mooi zakje erbij. Ja, exact zakje zitten. Maar dit is een pomponstick. En u kent misschien wel de grotere variant. Maar dit is een hele mooie kleine close-up variant. Ik zal hem even heel kort voordoen. Het is namelijk zo, een blokje met balletjes. Een groene, een blauwe, een rode en een gele. Dat zie ik, ja. En het leuke is van dit stokje is, dat het rode balletje vastzit aan het gele. Kijk. Dat is mooi, hè? Logisch. Het is niet echt dat je denkt, nou, hoe doet hij dat? Nee, touwtje natuurlijk. Kan ik dat goed volgen, laat ik zo zeggen. Maar het leuke is, dat het blauwe balletje vastzit aan het gele balletje. Oké, dat is minder logisch. Ja. Ik zal het vertellen hoe dat werkt. Er zit namelijk een touwtje in het midden. Er zit een touwtje die loopt helemaal zo van blauw naar geel, zodat hij dan ook weer van geel en rood aan elkaar vastzit. Zie? Dat is mooi, toch? Ja, maar dan hadden we niet even twee touwtjes moeten zien nu. Of ben ik gek? Nou, dat komt eigenlijk omdat dit touwtje ook aan het groene zit, zeg maar. Dus blauw en groen zitten ook aan elkaar. Dat is heel leuk. Dat is heel leuk. Dus als even bekijken, blauw en groen zitten aan elkaar. Geel en blauw zitten aan elkaar. Rood en geel zitten aan elkaar. Maar... ook nog een keertje groen en geel. Hou op. Dat kan niet schrikken. Op. Nee, groen en geel zit ook aan elkaar. Op. En trouwens, nu we toch lekker bezig zijn, ook nog een keertje rood en blauw zit ook nog een keertje aan elkaar. Doe normaal. Dus, ja, je snapt wel, er lopen crisscross, lopen daar touwtjes doorheen. Het is ongelooflijk, dat kan alleen maar in de goochel. Daarom is het ding zo dik. Daarom is die zo dik natuurlijk. Ja, maar wat heb ik dus gedaan? Ik wilde even precies weten hoe dat zit. Mm-hmm. Het is wel een collectors itempje, dat weet ik wel. Ja. Maar ik heb hem stiekem... Ik heb de slimste op video dat iedereen dat ziet. Nou, ik ga het heel gauw laten zien. Mag wel even. Als je nou... Ik heb denk ik even hier een sneetje gemaakt. Hij is helemaal nieuw, hè? Let op. Hij is nog niet open geweest ook. Komt ie. Kun je gewoon uit elkaar? Uit elkaar. Voel even of een onzichtbaar touw. Niks, hè? Nee, geen onzichtbaar touw. Hey. Ik dacht wel even achterin, nu ik hem open had gemaakt, hij is stuk. Ja? Dat dacht ik. Ja? Maar heb jij een lievelingskleur? Is dat geel? Is dat blauw? Is dat groen? Of is dat rood? De mijne is namelijk rood, maar wat is die jouwe? Wat zou jij blauw. Zeggen? Blauw. Blauw? Blauw, ja. Let op, als ik nou een beetje mee ga spelen. Ik denk, hij doet het wel gewoon. Pomponstikje. Doe me snel weer. Ik snap er vol van. Mooi. Ja. Mini pompon. Ja, heel tof, heel tof. Voor close-up, geweldig. Perfect. Geweldig. Perfect. Quanta Costa 49,95. Dus voor de collectors. Hij heet collectors pomponstik omdat hij zo heet. Ja. Dat hebben we niet zelf bedacht. Nee. Maar mooi gemaakt. Absoluut ook, hoor. Het geld waard. Anders en het effect ook. Het effect ook, want het is gewoon een tof dingetje. Een ouderwets effect, maar echt tijdloos vind ik, want hij werkt nog steeds. Ja, 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 ja. En je kan diezelfde verhaal wat je bij de... jij doet bijna hetzelfde als ik doe. De grote pomponstick gebruiken, al mijn toneel, ex, kindershows, alles. Kun je op die kleine gewoon toepassen. Werkt heel goed. Dus niet dat je heel die verhaal moet bedenken. Nee hoor, gewoon. Mooie doos. Waardoosje erbij. Ja. Super. 49,95. Aanrader. Aanrader. Ja, ik heb hier ook nog wel iets leuks. En dat is een, nou ja, leuk. Oh. Het is een prikker, zoals je kunt zien. Ik zal het neerleggen, zo. Kun je duidelijk zien.
Een prikker. Zo'n prikker waar je zo... Punaise. Ja, punaise. Je kunt gewoon prikborden. Weet je wel, vroeger mensen met prikborden tegenwoordig. Mijn vrouw was laatst deze dingen aan het zoeken. Niet hier, maar in de winkel. Voor een hele andere toepassing. Om er ergens als pootjes onder te maken. Oh ja. Ja. Maar je vindt ze nergens. Iedereen heeft magneetborden tegenwoordig. Ja, je had ook zo'n curvebord had je dan. Ja, precies. Ja. Hé, hey, ik zal het tussen mijn vingers pakken, dat kun je beter zien. Kijk uit. Ja. Ja. De prikker, zie. De prikker. Mooi. Wat doe je? Zit je net te... Probeer hem pijn onder controle te houden. Dat is één. Ik voel hem tegen mijn nagel drukken, dan ben ik altijd gezien. Dan heb je dit, zeg maar, dat hij helemaal vast zit, zeg maar, hierin. En je kan het uiteraard ook uittrekken. Zie, op deze manier. En dan heb je diezelfde pin. En je mag gewoon aanraken, het is gewoon massief, als je durft. Kijk, je ziet hier ook, hij heeft echt hier ingezeten. Je ziet er dat... deuken gewoon nog in zitten. Dit is gewoon echt, echt... En dit is de... horrorpin. Staat er als Japans. Van Yuji Yamamoto. Ook exclusief bij Dire Magic Shop in Nederland, België. Ah, leuk gemaakt hoor. Ja, tof. Ja. En je kan er echt heel dichtbij doen. Ja, zeker. Close-up is er ook heel goed voor. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Makkelijk te doen ook. Je kan hem snel resetten. Ja, alleen moet je hem af en toe wel tijd geven om te genezen. Dat je niet continu op dezelfde plek trekt, want dat gaat echt irriteren. Niet. Oké. Okay. Nee, het is ongevaarlijk. Het is in principe ongevaarlijk. Alles, mensen vragen wel eens, kan er iets misgaan? En dat bedoel ik meer, dat vragen ze bij alle trucs. Kan die truc mislukken? Dan zeg ik, elke truc kan mislukken. Ja. Maar dan ligt het niet meer aan de truc, dan ligt het aan jou. Ja. Nou, dat geldt voor deze ook. En als deze mislukt, is het niet leuk. Nee, maar nee, de kans is vrij klein, want dat is echt makkelijk te doen. De kans is inderdaad vrij klein. Leuk. Ja. Wil jij nog wat doen? Nee, maakt niet uit, zeg maar. Ja, moet ik wat doen? Ja, doe jij nog wat leuks. Oké. Okay. Ik heb hier, ik weet niet waarom je ligt, maar ik heb hier een aansteker. Big aansteker. Wat we kunnen doen met je aansteker is het volgende. Als jij je hand zou willen open houden. Ja, draai hem even andersom. Heel goed. Dan mag je aansteker goed vasthouden op deze manier. Oké, heb je hem? Zeker. Top. Ik heb namelijk nog een spel kaarten. Een normaal spel kaarten. Waarom zeg ik ook laatst altijd? Omdat het gewoon zo is. Zie. Normaal spel kaarten, maar allemaal verschillende kaarten. Dus ik zag zelfs een kaart bij zitten met handtekeningen erop. Jij mag ergens waar je zelf wil stop zeggen. Stop. Zeker? Zeker. Okay, op de plek waar jij gestopt bent, mag jij de kaart goed onthouden. Ja. Yes, dat heb je dat? Ik zal het daar ook laten zien. Ja. Hier bovenop de camera ook laten zien. Mooi. Yes, oké. Okay. En als extraatje zal ik er een klein hoekje van afscheuren. Souvenir. Dat hoekje eet ik op. Dus niet zo netjes om... eten tijdens een... We zitten op beeld zitten, ja. Video. En papier is wel verdomd droog ook. Al een glaasje water kunnen neerzetten. Oh goed, we hebben nu een harte 5 waarvan een hoekje mist. Maar we hadden ook een aansteker. Ja. Een zwarte aansteker. De laatste buif weer. Maak je hand even open, want die aansteker is niet langer een zwarte aansteker. Oh, mooi. Maar het is een transparante aansteker geworden, zie. En er zit iets in die aansteker, zie. Nee, je kan zelf het kapje eraf halen. Het bovenste deel kan eraf. Dat is mooi hoor. Niet bang zijn. Ja, als je het eruit haalt. Ja. Heel leuk. Blijkt ook nog dat dit. En dat piespezas. Exact matcht. Zo. Aan de kaart. Ja, mooi. Nou, wat is dit? Dit is in principe Be Clear. Nou ja, in principe, dit is Be Clear. En Be Clear is een aansteker die kan veranderen van zwart naar transparant. Dat is eigenlijk het idee van die hele aansteker. Dus in principe heb je een aansteker die is zwart, zeg maar. Dat is het idee, zwart. En die kan je laten veranderen in transparant. Op welke manier dat je ook wil. Dat is het basisidee. Maar ik vind het dan tof om het te combineren, die routine leer je ook hierbij, met iets aan die aansteker. Dus je kan in de aansteker laten verschijnen. Dat kan omdat dit af kan. Nou, die routine met de kaart vind ik dan wel een tof voorbeeld. Dat je een hoekje af laat scheuren. Ik heb laatst toevallig in België bij een dealer, bij een club was ik, demonstratie deed mensen ook. Maar hoe heb je zo precies, ik kwam allemaal vragen. En toen dacht ik, oké, het was een goed idee om het zo te doen. Mensen hebben niet door hoe dit werkt. Omdat het, en je scheurt een hoekje af en het hoekje verdwijnt. Nou ja, het eet ik op, dus dat is wel oké.
Vind ik zelf wel gogeltechnisch beter, maar dat is een ander verhaal. Je kan het laten verdwijnen natuurlijk, is ook mooi als je wil. Ik vind opeten wel weer grappiger, minder verdacht. En dan verschijnt het hoekje hier weer in en het past daar nog aan. En het past echt, het is echt hetzelfde hoekje wat hier afgescheurd is. Ja, leuk. Ja, dat is een mogelijkheid. Je kijkt even de video van Be Clear. Je kan echt ook in een visueel zijn pads kunnen meer laten transparant laten worden. Moet je wel, daar moet je even op oefenen. Dat heb ik niet gedaan op die manier, dus daarom doe ik het op die met de kaarten normaal mee. Maar zoals jij hem deed, die is goed te doen. Ja, zoals jij hem deed, is die echt... Vind ik wel. Be Clear, €39,95. Compleet met de video-instructies, met de aansteker, alles wat je nodig hebt eigenlijk. Alleen als je deze retourne wil doen, dan zou je even in ieder geval een... deze kaart weer hierbij. Een kaarspel erbij moeten gebruiken natuurlijk, daar zit natuurlijk niet bij. Maar alles wat met de aansteker te maken heeft, dat krijg je er gewoon bij. Mooi. Be Clear, €39,95. Van Magic Dream, onze vrienden uit Frankrijk. Harry. Ja. Alright. Dan heb ik ook nog wat leuks. Oké. Okay. Als we nog tijd hebben tenminste, want wij worden een extra large... We hebben nog tijd. Wat maakt uit. Ik hou van... we hadden net al de Travel Edition hè, met Spread. We gaan nu weer op vacation. Oh, naar Vegas. Ja, naar Vegas. Ben je er wel eens geweest? Jij bent er wel eens geweest. Ik ben er wel eens geweest, ja. Nou, zat er ook wat bij. Maar wat is dit? Zijn dit allerlei... Dat is een travel guide. Er staat zeg maar op elke dag op wat je kan gaan doen, eventueel. Stay at Flamingo Hotel, skydiving. Oké, okay, ideeën voor Eat at Panda Express, watch all sugar. Oké, okay, jij ziet hier wel, ik heb hier hotels. Oké. Dus hotels, uitjes, Stratton, waar je gaat dineren. Hotel, Cosmopolitan. Nou ja, van alles. Oké, okay, inderdaad, ook alles is komt. En overal staat wat anders, ja. Oké. En weet je wat, wij gaan samen een uitje plannen. Uh-huh. Gaan we gewoon even uitstippelen. En niet een hele week, maar gewoon één dag. Eén dag Las Vegas. We zijn er waarschijnlijk dan toch in de buurt. Uh-huh. Wat gaan we daar doen? We hebben natuurlijk een overnachting nodig. Ga jij volgend jaar ook, zei je? Nee. Oké. We hebben een overnachting nodig. En jij mag het zeggen, René. Ik heb voor jou in de aanbieding waar we naartoe kunnen, Caesar's Palace of de Bellagio? Caesar's Palace. Ja. We gaan dus niet naar de Bellagio, we gaan naar Caesar's Palace. Super. Dan, wil jij overdag een uitje gaan doen in de Grand Canyon? Of gaan wij een helikoptervlucht maken over de strip? Lijkt me ook leuk. Even iets cultureels naar de Grand Canyon. Ik ga voor de helikopter over de strip, want... Toch de strip? Grand Canyon ben ik al geweest. Wel mijn helikopter ook, dus dat schiet ook niet op met op. Oké. Okay. Maar daarna hebben we natuurlijk een beetje honger, een beetje trek. Ja. Gaan we ouderwets een lekkere snack halen? Hè? Zoals dat dan we gewend zijn, alles extra large. Of gaan wij naar Gordon Ramsay? Oh, dat vind ik wel lekker. Die lijkt me wel tof, want dat is. Maar ook wel burger, zie ik wijs. Ja, dat heb je ook. Dat lijkt me wel tof, want ik heb laatst op de televisie gezien, dus daar ben ik nooit geweest. Nee. Ja, nou, mooi. Heel goed. En als laatste, René. We gaan na het eten gaan we nog wat leuks doen. Mm-hmm. Nou is er in Las Vegas al heel lang een show, dat heet de Blue Man Group. Mm-hmm. Super tof. Mm-hmm. Ik ben niet bij de Blue Man Group geweest in Las Vegas, maar wel hier in Nederland. Echt een aanrader. Super tof. Of de Variety Show. Dat is Engels, Variety Show. Dat betekent van alles en nog wat. Mm-hmm. Beetje circusachtig. Waar wil je naartoe? Jij mag het zeggen. Ik ga voor de Blue Man Group, die heb ik nog nooit gezien. De Blue Man Group. Ja. Heel goed. Dat betekent dus dat wij vier keuzes hebben gemaakt. Mm-hmm. Te weten, wij slapen in de Caesar's Palace. Mm-hmm. Wij maken een helikoptervlucht. Mm-hmm. Wij gaan eten bij Gordon. Mm-hmm. En wij gaan naar de Blue Man Group. Dat klopt, hè? Tot zover. Mm-hmm. Daarom heet het ook Las Vegas Choice. Vegas Choice. Jij hebt helemaal die keuze gemaakt. Mm-hmm. Jij hebt van mij van tevoren een boekje gekregen. Mm-hmm. Wanneer zou ik gaan? Ik ben een beetje gebonden aan het hoogseizoen. Mm-hmm. Dus ik stel voor, jij ook denk ik, je hebt ook kinderen. Mm-hmm. Ja. Ik stel voor dat we een beetje in het hoogseizoen gaan. En dan stel ik voor dat wij in augustus gaan en wel 8 augustus. 8 augustus? 8 augustus. Zou jij eens in dat... Dat is wel hoogseizoen, ja. Dat is hoogseizoen. We betalen dan wel volle map, maar daar heb ik graag... Ja, we zijn daar gebonden. Zou jij eens willen kijken bij 8 augustus? In het boekje. Januari, februari, april, juni, juli, 5 augustus, woensdag. 8. 8 augustus. Stay at Caesar's Palace. Klopt. Hotel
Een casino. Ja. Sightseeing helicopter over de strip. Heel goed, mooi. Eat at Gordon Ramsay's restaurant. Kijk eens, heb je ook gekozen. And watch the Blue Man Group. And watch the Blue Man Group. Maar wacht even, wat ik even zeer vergist is. Maar het is ook Caesar's Palace, maar oh nee, dan gaan we naar een Lion Habitat, Planet Hollywood, oké. Okay. Hier hebben we Nacho Dadi, hier hebben we Eat Scarpetta, alle restaurants verschillend, alle... Elke datum in dit boekje, zo, allemaal verschillende uitkomsten. 365 dagen, alles verschillend. Alles verschillend. Mensen mogen het volledig binnen zich uitkeren. Precies. En het klopt altijd. Het klopt altijd. Moeilijkheidsgraad. Op 1 van 10. Tot 1 van 10. 1 makkelijk, 10 moeilijk. 1. Als je tot 15 kan tellen, zit je geramd. Dat wordt voor mij al moeilijk. Ja. Nee, hij is heel makkelijk. Ja. Maar ik vind het effect echt... super leuk. Ja. Ik weet hoe het werkt hoor, mensen. We hebben dit niet samen gespeeld, het is echt origineel gedaan. Maar dit is zo geniaal. Ja, heel leuk gedaan. En het is super makkelijk. En hier ook, je kan een verhaal bij maken, je kan dit op toneel doen, je kan dit close-up doen. Absoluut. Schitterend. Ja. Ja, Vegas Choice. En Vegas Choice die kost $46,95. Maar ook hierbij heb je gewoon echt weer een routine van 5 tot 10 minuten. 100%. En alles, vrije keuze. Stel dat mensen zeggen, doe nog een keer. Het zou kunnen, ik zou het niet doen, maar het zou kunnen. Het kan. Mensen kiezen allemaal iets anders. Prima, dan klopt dat ook. Klopt het ook weer. Dus het is niet altijd hetzelfde resultaat. Nee, vaak vragen mensen, dat is altijd hetzelfde. Nee. Vegas Choice, aanraden. Heel gaaf. Mooi. Heel gaaf. Of kaarten. Nou, voor de mensen die het misschien weten, dit is een DMC-spel. Dat zijn eigenlijk gemerkte kaarten. Dat is niet heel erg, maar dit is niet de reden dat ik dit kaartspel gepakt heb trouwens. Maar ik vind het gewoon een mooi kaartspel. En dit is er eentje waarvan ik weet die en compleet is. En niet kaarten met hoekjes eruit gescheurd, handtekeningen erop. Tenminste, hoop ik niet dat die hierop zijn gekomen. Daarom pak ik dit spel even. Elmar, ik wil je even iets vragen. Oké. Okay. Zou je ergens een kaart willen aantikken waar je zelf wil? Met deze vinger? Ja. Die? Oké, ik wil verder niet zien. Onthoud die kaart goed. Yes. Ja, ik kan hem daar ook aan zien. Ik zal hem daar ook zien. Mooi. Ja. Mijn vraag is wel eens, René, want zo heet ik. Ik heb wel eens een goochelaar gezien, dan laat hij een kaart kiezen en zo. En dan weet de goochelaar welke kaart het is. Ja, nou, dat doe ik ook wel. Niet vaak, ik vind het een saai truc, maar... Ik doe er vaak wat extra's omheen om het te laten gebeuren. Hoe werkt dat? Wil je het echt weten dat ik doe? Zeg maar sowieso. Ja, ik zal laten zien. Daar zijn geheime snoepjes voor. Ja, echt, ik weet niet hoe dat gaat. We doen het met snoepjes. Kijk, goochelaars zeggen altijd, als het moeilijk was, zeg ik ook dat altijd. Klein momentje. Ik zal er zo niet trouwens, kan ook nog. Sneller. Had ik even nodig. In de werkelijkheid eten ze zo'n snoepje met een heel andere reden. Oké. Okay. En dan zaten ze stiekem, doen ze dan even dit zo. Zie je? Vlugjes adem. Adem ze op het doosje. En dan zie ik ze dan ook doen. Huh? Dan kijken ze op het doosje en dan zien ze daar. Ik zie het heel duidelijk. Ik ook. Ik hoop dat ik het duidelijk kan zien. Ik hoop het wel. Ja, volgens mij wel hoor. Ruiten 7 staat gewoon. Zie ik hier een ruiten 7 op verschijnen. Ik weet niet of ik daar ook eigenlijk het zien kan doen. Het is hier heel duidelijk. Ik zit vanzelf, ik kan er doorheen kijken zelfs heel duidelijk. Ja, ja. Ik heb dat kunnen laten zien nog. Van bovenuit gezien, dan zie je het spiegelbeeld wel. Ja, dat is mooi. Ja, ik draai het een beetje, het glimt allemaal. Dus ik kan het nu niet zien hoe het uitziet later. Maar ruiten 7. Ruiten 7, ja, heel mooi. Wat kaart heb jij gekozen dan? Ja, ruiten 7. Ja, dat is. Ik weet dus niet hoe dat werkt, maar het geeft dus gewoon je adem op de een of andere manier. Kan dat doorgeven in het doosje. Nou, uit hygiëne oogpunt heb ik het gewoon zo gedaan, zeg maar. Dit is Ghost Candy. Ook weer heel geschikt voor Halloween natuurlijk, hè? Wat zeg je? Ook weer heel geschikt voor Halloween natuurlijk. Ja, ook. Kan ook weer heel goed. En het toffe is, als je dit kapje er echt dicht maakt, dat het kapje erop doet, dan kan natuurlijk de warmte er niet uit van je de adem. De vocht en de warmte, ja. En de vocht blijft dit heel lang zichtbaar. Ja, dat klopt. Dan gaat het heel lang zichtbaar. Als je het dicht laat, blijft het minutenlang zichtbaar. Klopt. Normaal, dit doosje zou ik gewoon één persoon moeten gebruiken. We hebben het in de winkel, ik weet niet of andere dag gebruikt hebben hoor, maar... Het hygiëne ook, met zou ik zeggen, gebruik het alleen zelf als je gewoon erin ademt. en ook hier is het altijd dezelfde kaart. Ja, in dit geval wel. Zeker. Maar we hebben drie soorten. Ruiten 7, klaver 3, harten 5. Stel je voor, ik wil dat bestellen, zeg je dan. Niet op de site kun je het aangeven, maar je kunt wel in een vakje opmerkingen vermelden. Goh, ik had graag
Of een Ruiter 7, of een Klaver 3, of een 8-5. Als je niks opgeeft, ook prima. Dan sturen we jou er eentje die... maakt je een bal uit. Doe me een beetje denken aan Spirit Glass. Ja, Spirit Glass, Ghost Glass. Is exact hetzelfde, maar dan een klein glaasje. Een klein glaasje. Alleen hier is het dan weer ingebouwd in een doosje. Daarom het verhaal wat ik net vertelde. Zo zou ik het kunnen gebruiken, dat kwam ik eigenlijk op, om dit te doen. Dat natuurlijk sommige mensen denken eerst of dat misschien echt is, weet je wel. Er zijn misschien mensen die nog steeds denken dan, als je het goed vertelt, het publiek echt denkt, oh, echt? Ja, precies, zo werkt dat dus. Weet je? Ja, niet dus. Ja. Maar dat zou bij mijn persoonlijke stijl passen dan, zou ik zeggen. Leuk. En je kan nog een grap maken met frisse adem. En dan, ja, dat soort dingen. Ja. Candy Ghosts, €29,95, compleet met TikTok doosje. Je moet je eigen TikToks even regelen. Je ziet, die staan nog steeds nu eruit de 7 erop, zelfs met het doosje open. Dus het blijft echt lang opstaan. Alles op en eraan dus, €29,95. Gebruik je eigen kaartspel. Ja. Alright. Ik ben er doorheen aan deze. Jij bent er doorheen, ja. Ik heb er nog één. Oké, nou. En dat is ook wel genoeg geweest, denk ik hoor. Wel ja. We hebben namelijk één kleurboek. Zo. Dan zeggen mensen, zo, dat hebben we nog niet gezien, een kleurboek. En nee, dit is geen kleurboek waar wij boek eerst liggen, nee. Avengers of wat dan ook. Dit is een kleurboek, ik zal het even daarop laten zien. 100 verschillende tekeningen. Dit boek verkopen we al 20 jaar, maar we hebben onlangs een nieuwe voorraad gekregen, ook exclusief bij ons te krijgen. En dit is, je moet hem eigenlijk voor een groter publiek doen, zeg ik erbij. Dus we doen even een aangepaste versie. Maar je moet hem eigenlijk voor een groter publiek doen, dan is het effect het mooist, pakt het uit. Maar het idee is als volgt. Check even het boek. Zeker. Elmar heb ik net voordat we hier gingen opnemen, dit boek even pas laten zien. Dus hij heeft verder daar ook dus niet zelf mee gewerkt. Nee. Nu zie je, ik zei net als de tekening in met naam, zonder naam. Ik wil ze ook niet zien, dus ik kijk bewust even een beetje weg. Zo. Zoek er even eentje uit zonder naam, voor het gemakkelijk te houden. Tekening zonder naam. Ja. Heb je iets? Ja. Oké. Scan de tekening voor jezelf van boven naar beneden, dat je hem in de gedachte kunt houden. En dan maak je even dicht met je vinger ertussen, dat ik het niet kan zien. Ja? Ja. Right. Oké, ik ben niet zo'n goede tekenaar, zeg ik dan even tussen. Het gaat er gewoon het idee, hè? Als ik hem wat te lang ga, niet te gedetailleerd doen, want dan wordt het een beetje lang. Wat had jij gekozen? Kun je de tekening laten zien die jij gekozen had? Ik had een boot gekozen. Nou. Nee joh. Boot. Ja, ik zei ook al een boot. Ja, mooi. Dit is een goede tekenaar, maar het gaat mooi. Om een boot. Ja, mooi. Boot. Okay, okay, okay. Klopt precies. Oké. Forget this one. Oké. Ja, goed. Pak even een andere tekening. Pak er even eentje met naam. Met een woord erbij. Oh ja, sommige tekeningen hebben woorden hè, hierin. Ja. Ja. Even kijken. Ja. Iets met woord erbij. Kun je het niet zien? Nee, een beetje. Daar ben ik een beetje weg. Ja. Ja? Ja. Kijk even, er staan een woord onder, hè? Oké, ik ben wel goed in tekening, woorden ben ik slecht in, zeg er even bij. Ik kan het ook, stel voor dat je mij een tekening doorsturen, kan ik goed ontvangen, woorden ben ik slecht in. Stel voor dat je bijvoorbeeld de letter van het woord zou sturen, of het hele woord is een beetje dom. Stel dat je de eerste letter van het woord zou sturen. Ik doe niet de eerste, pak de derde. Want de eerste zou misschien wel weten. Okay. Misschien ken ik het boek, zou ik weten wat het is. De derde heb ik geen idee. Heb je de derde letter? Kun je die zien? Ja, weet je, ja, zeker. Okay. Denk even aan de derde letter van het woord. Ik ga goed gokken, want ik heb geen idee. D. Nee. Oké, wat was welk even voorbeeld? De K. De K, zie? Ja. En daarom doe ik liever tekeningen dan woorden. Geen idee. De K. De K. Oké. Dan moet ik even goed denken. Jij hebt iets gekozen. Is het makkelijk te... Heb jij het thuis? Heb ik het? Ja. Jij hebt het thuis? Ja? Oké. Okay, ik ben hier niet zo goed in hoor, maar het gaat over het idee. Hoe teken je zoiets, mensen? Met een pen. Ik heb dit nooit eerder getekend trouwens, maar als je dit voorbereidt kun je dit nog beter tekenen allemaal. Als je oefent met tekenen. De vraag is, je hebt je vinger ondertussen? Ja, zeker. Ik stop met tekenen. Oké. Wat had jij gekozen? Een fiets, bike. Een bike.
Oh, mooi. Een bike. Goed hoor, hij kan ze wel tekenen. Dat is het idee. Dat klopt ook best wel. Ja, ja zeker. Best... Mooi. Bike. Ja. Dit is fantastisch gaaf. Je moet het eigenlijk voor een groter publiek spelen. En dat heeft te maken met deel 2. Omdat ik nu vraag aan Elmar om aan een letter te denken. Normaal doe ik dat niet zelf, vind ik niet leuk. En dan zeg ik tegen een toeschouwer. Weet je hoe moeilijk het is om dit soort dingen te doen, om informatie te ontvangen? En dan laat ik een toeschouwer proberen Elmars, in dit geval Elmar, een letter te raden. Ja. Nou, soms gaat het goed, soms niet. Maakt verder niet uit. En dan ga je alsnog tekenen. Nu zijn we met z'n tweeën, moest ik het even doen. Maar het is super clean en 100 verschillende tekeningen. Echt, je hoeft niks, geen enkele tekening te onthouden. Ja. En het is ook niet met een à la kleurboek. Swenpad, ook niet. Het nee, het is echt 100 verschillende tekeningen. Verschillend. Ja, heel tof. Heel tof. Heel leuk gemaakt. En het heet Pictomental 2000. Pictomental 2000. Kost €79. Compleet met Nederlandstalige instructies. Eventueel Engelstalige instructies. We hebben ook Duits spraakje aanleiding aan mijn oog. En weer een routine die je wel tot 10 minuten kan laten duren. Ja, hè? Ja, dat is natuurlijk ook wel wat. Hè? Ja, maar je kan er meerdere dingen doen. Nu heb ik twee tekeningen. Je kan ook zeggen, pak eerst een tekening. Oké, pak een andere tekening. Kan hè? Ik doe nu twee. Maar het kan je zou bijvoorbeeld ook twee boeken kunnen kopen. Aan twee mensen kunnen laten geven. En dan vanaf twee. Het is echt wel een tof ding hoor. Ja. Ja. Echt ook praktisch ook. En dat is ook handig. Ja. Mooi. Ja. Hey, dus we zijn er doorheen. Dat was het alweer. Ja, we zitten weer in de herfstvakantie hier in Limburg, mensen. Bij jullie niet meer? Wel, dat is vorige week. Vorige week, dan. Ja. Zijn er nog belangrijke dingen die we moeten zeggen? Nou, belangrijk wil ik niet zeggen, maar we nemen deze update iets eerder op dan gepland. Vanwege dat ik ook wat dagen vrij heb of onderweg ben ook nog. Zondag, de 31ste, komt officieel het boek van Eugene Burger uit, het nieuwe boek. Ik ben even de naam kwijt, volgens mij was het Experience and Magic uit mijn hoofd. Had ik niet meer niet opgeschreven, helaas. Die kun je nog voorbestellen. €129,95 dacht ik. Via onze webshop. Het is het boek wat Eugene Burger nog wilde uitgeven, maar niet meer gelukt is voor zijn overlijden. En samen met Larry Haas heeft hij dat uitgegeven. Sorry, mijn telefoon gaat over, moet ik even uitdrukken hier. En die, dat komt dus uit, het tweede boek. Die heb je nu nog in de pre-sale, hè? Die is nog in de pre-sale, die komt pas 31 oktober uit. Dat is er, het boek van David Copperfield, volgens mij The History of Magic, als ik me niet vergis ook. Dus het komt ook morgen binnen, als het goed is hier. Moet ik het opnemen, zou dat donderdag zijn. Normaal hadden we misschien net kunnen meenemen in de video, maar dat komt daar ook niet. Hou de website ook in de gaten, ook een leuk boek. Dus die dingen komen sowieso, plus alle andere dingen die nog binnenkomen. Ja. Want er komt nog een leuke kindertruc, komt vandaag binnen. Ook exclusief van Tommy James, dus die staat, als je dit ziet, als het goed is, ook op de webshop. Plus al het rest, want er ligt nog veel meer. Ik zag het. Er ligt er al 3 weken nu inmiddels. Het is gewoon niet. Elmer heeft ook gemerkt, het moet allemaal. Als er tijd is, kunnen we dingen doen, maar anders moet het allemaal wel tussendoor, zeg maar. En het is ook veel, hè? Het is gewoon echt. Er komt een hoop uit in de goochelwereld. Ook. Veel dingen. Kijk, net we hebben wat exclusieve dingen. Nou, we laten iets maken, dat is leuk, dat is één. Ja. Maar dan is er geen uitleg. Nou, dan maken we even een uitlegvideo, is geen probleem. Maar we hebben ook geen foto's van de website. Geen probleem, maken we even foto's van de website. Maar moeten we eigenlijk ook een demo video maken? Dat verkoopt ook, dan maken we even een demo video. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, en dus we vervelen ons niet, laat ik het daarop houden. Nee. Mensen, dit was oktober 2021, product update nummer 130. Ja. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot.